Hey mensen, je kijkt naar Spooky 611 en welkom bij Tracktour met Max Verstappen. Dit weekend krijgen we de Grand Prix van Monaco en laat ik hier dan even een rondje zetten om te kijken naar de baan. We beginnen hier met een recht stuk en dat gaat daarna helemaal omhoog. We zijn door bocht 1 gegaan, hier is het accelereren. Dan is er hier een kink en dat is bocht 2 en bocht 3 hier volledig naar links. Dan moet je goed naar binnen zitten om daarna uit te accelereren in bocht 4. Dan gaan we naar bocht 5 en dan gaan we langs Casino. Dit is altijd een langzaam stuk. Hier moet je helemaal naar rechts en dan een dikke hairpin naar links waar je echt het langzaamste moet gaan van de hele baan. Dan gaan we 2 bochten naar rechts doen waar je goed moet accelereren. Vooral de tweede bocht hier met bocht 8. En dan gaan we de tunnel in. En de tunnel is bocht nummer 9 waar je heel snel kan gaan. Volledig kan uitaccelereren. Dan word je hier een beetje verblind. En om de snelheid eruit te halen is hier een slalombocht. Dit is bocht 10 en 11. Dan krijgen we uiteindelijk bocht 12 waar je een klein beetje je gas los moet laten. Maar vrijwel volle snelheid doorheen kan. En deze S-bocht in bocht 13 en 14 kan je supersnel doen. Dan moet je weer een klein beetje remmen. Daar gaat het niet helemaal goed. En dan gaan we langs het laatste stuk bocht 17, 18 en 19. Bocht 19, de laatste bocht. DRS Zone is hier dan over het rechterstuk. Misschien wel de enige plek om in te halen. En dat is de GP van Monaco. Wat gaat Max doen dit weekend? Laat het even weten in de reacties. En wat is jouw favoriete baan? Dit is best wel een coole stratencircuit. Maar wie weet hou je van een compleet andere baan. Laat het ook even weten. Laat een duimpje omhoog achter. En dan spreek ik jullie bij de volgende video.